Het lijkt een lachertje, maar voor monumentenzorg is het allesbehalve grappig. De bonte knaagkever rukt op. Hij heeft al voor miljoenen schade aangericht. Het verwoestende werk van de kever werd voor het eerst ontdekt in Friesland. Daar zit het dorpje Deinum voorlopig zonder houten torenspits. De karakteristieke siepel is door de kever opgegeten. De provinciale monumentenwacht maakt zich nu ernstig zorgen. Staat de koepel van de kerk van Bergum hetzelfde lot te wachten. Iedere maand wordt op zolder de schade opgenomen. De larve van de bonte knaagkever die heeft deze hele kapconstructie aangetast. Wat betekent dat? De balken van 30 bij 30 centimeter die zijn verbinnen helemaal uitgehaald. Tegen de kever lijkt geen gif te bestaan. Herstel aan dit monument zal miljoenen kosten, geld dat er niet is. Er is helemaal geen geld voor de restauratie, nee. De kerkelijke gemeente heeft geen geld. En wat het moet kosten, dat is niet te zeggen, maar het loopt in de miljoenen. Monumentenzorg houdt zijn hart vast, want ook buiten Friesland staan inmiddels veel monumenten op het menu van de bonte knaagkever.